vroegen. Het is hartstikke vroeg. We hebben vandaag misschien wel, misschien niet een wedstrijd in Asten. Staat dat het helemaal vol is. Maar we gaan het gewoon proberen. Niet geschoten is altijd mis. We gaan met Jeroen mee, want wij hebben geen auto die de trailer kan trekken. En het is tijd om in te laden. Hij heeft nog nooit op een vrachtwagen gestaan, dus ik was een beetje bang of hij er wel of niet op ging. Maar hij doet het echt uit het boekje. Zorg dat hij goed vast staat. Vrachtwagen dicht en gaan met die banaan. Eenmaal aangekomen begon het al een beetje te regenen. Spoiler alert, waar we daar lopen op dat stukje steen, dat kwam op een gegeven moment tot onze enkels. Maar we hadden snel gevraagd of ik nou wel of niet kon springen. En toen zei hij, nou, oké. Dus ik ging samen met Jeanette parcours lopen. Om te kijken welke lijn ik moest nemen, welke hindernis ik moest nemen. Waren de rollen even omgedraaid. Jeanette die ging Charito vasthouden. En deze keer ging ik opzadelen, was je net mijn groep aan het spelen. Dat vond ik zelf wel even bijzonder, maar Jeanette is er ook een pro in. En uiteindelijk zijn de rollen weer omgedraaid en heb ik Jeanette ook nog geholpen hoor. Hier ga ik naar het los springen, maar natuurlijk eerst even een lekkere warming-up. Ik had niet zo heel veel tijd, dus ik begon ook weer snel met springen. Hij keek er niet naar, hij was hartstikke braaf en hij heeft alle hindernissen echt top gedaan. Ik wil Lianne ook nog even bedanken voor het helpen met losspringen. Hij durfde niet alleen naar de bak toe, dus Lianne heeft hem meegenomen. En eenmaal in de bak keek hij wel even, maar het was nou niet per se dat hij het eng vond. Ziet mij in de verte. Ik was voor mijn eerste hindernis wel een beetje zenuwachtig, want ik heb meestal met mijn eerste hindernis dat hij er langs schiet. Dus ik ging in een heel rustig galopje, misschien iets te rustig, maar dat maakt niet uit. Mijn benen er goed aanhouden en daarna was ik wel weer wat losser. Want ik weet als hij eenmaal springt, dan blijft hij springen. En nu was het vooral belangrijk dat ik controle bleef houden. Ik moet wel zeggen, het eerste parcours voelde voor mij echt als overleven. Maar als ik het zo terugzie, was het op zich best wel gecontroleerd. En ja, is het van een afstandje toch mooier dan dat ik dacht toen ik erop zat. Er zaten best wel wat lastige lijntjes in. Een lijntje dat je hiervoor zag. Dit is een normale dubbel, dus dat is wel te doen. Maar dat vond ik wel leuk om zo'n uitdaging te hebben. Dan hier zag ik niet helemaal weer waar ik heen moest, want ik moest helemaal naar het hek toe en dan pas over de hindernis heen. Maar je ziet eigenlijk niet dat dat misging. Dat vind ik ook wel grappig om te zien. Hierna komt ook weer een lastig lijntje. Dat was een soort gebroken lijn. Maar ik vind het lastig om controle te houden in zo'n lijntje, dat wil graag hard gaan. Maar uiteindelijk kwam ik hartstikke mooi uit. En hier ging het dan wat snel, verloor ik hier mijn beugel, want het is schok van een bord waar die al 100 keer langs was geweest, Charito. En dan ga ik hier door naar mijn allerlaatste combinatie van mijn eerste rondje. En we hebben clear round. Dan gaan we door naar de tweede ronde en ik reed in de Michael van Vleuten Arena en je ziet daar ook welke prijzen die had gewonnen bij de Olympische Spelen. Super gaaf. Want volgens mij was dit de stal waar hij begonnen was met paardrijden en zo. Nou, hartstikke cool. Ik heb hier ook even mijn eerste parcours gehad, dus mag ik nu net zo goed worden als Michael van Vleuten, alsjeblieft. En de reden dat we trouwens niet zo heel veel hebben verteld en dat ik nu voice-over aan het doen ben, is omdat het echt knetterhard aan het regenen was. Nou, knetterhard. Nu viel het op zich nog wel mee.
Maar het was al hard genoeg aan het regenen dat je ons eigenlijk helemaal niet meer kon verstaan. Maar dat deed er niet toe. Ik zat op mijn paard en ik was hartstikke gelukkig aan het zijn. Nou ja, daarna was ik wel een beetje nat en een beetje doorweekt en een beetje koud. Maar ik had het hier nog erg naar mijn zin. Je ziet ook dat ik in dit parcours veel meer een soort zelfvertrouwen heb. Omdat ik weet dat het parcours hiervoor gedaan heb. Ik al eerder al een keer gedaan. En dan kan ik ook meer rijden. Kijk, hier reken mijn lijn ook netjes uit. Wauw. Is dat nou zo lastig de eerste keer? Maar ik vind het ook wel grappig. Meestal als het gewoon normaal regent, dan zie je niet zo heel goed de regen. Maar hier als je heel goed kijkt, dan zie je dat ook. Dat is geen goed teken, maar dan kunnen jullie wel even onze natheid voelen. Voelen, snap. Ja, voor de volgende keer wil ik wel iets meer tempo houden in mijn parcours. Maar voor deze keer was ik echt hartstikke trots op hoe die het had gedaan. En ik weet dat hij al in 30 heeft gesprongen en dat hij het wel kan, maar toch... Ik heb hem in de trailer in de vrachtwagen afgezadeld. Want het was echt, nou ja, zoals ik zei, het begon steeds harder te regenen. En daar ging hij ook weer in één keer op. Oh, en hier gaan we weer uitladen. We waren weer terug op Chardon. We hebben echt met z'n allen super goed gesprongen. Iedereen clear round. Hier had ik het heel erg koud. En ging ik met Charito naar stad toe rennen, want ik was er een beetje klaar mee met de regen. Niet met de dag. Hier ging ik de vrachtwagen schoonmaken, want dat hoort er ook bij. Zo, en we zitten alweer in de auto op weg naar huis toe. Wat een dag. Wat een regen. Dit is ook nog steeds nat. Alles is nat. Mama is nat. Ik ben nat. Fijn. We hebben uiteindelijk gewoon kunnen springen. 2 keer rondje 85, 2 keer 0 en 2 keer super braaf. De tweede keer dat ik een rondje deed, was hij ook een stuk meer onder controle. Omdat ik zelf ook wat meer vertrouwen in had. Het eerste rondje was een beetje overleven. Ook al was dat ook gecontroleerd. En ja, super blij met hem. Ik heb nu ook een volgende springwedstrijd gepland. En dat is dan wel voor een meter. En de week daarna voor crossen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Leuk wordt, iets in die richting. En dan gaan we het zien. Moeders, vond je het ook leuk om te kijken naar hoe je kind het deed? Het was heel leuk en vooral heel nat. Yep. Ja. We zijn tot ons onderbroek nat. Dus wij gaan lekker in bad en dan slapen. Want het was erg vroeg vanmorgen. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer.